In 2019 was alweer de laatste editie van de Rijnbeek in Rhenen. Aan het begin van de zomerperiode is bij een groot gedeelte van de Rhenense bevolking het verlangen naar de Rijnweekfeesten weer volop aanwezig. Op het moment dat zeg maar, de periode van de Rijnweek weer aankomt, dan merk je wel van, joh, het is wel jammer dat het er niet is, dat is wel een gemis. Ja, dat vind ik heel erg jammer. Ja, ik baal er wel van, ja. Ja, voor de jeugd? Nou, dat vinden we echt heel jammer. Ja, ja. Ja, heel erg. Ging je vroeger elke avond? Elke avond? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ieder jaar? Ook iedere avond? In het begin wel, maar later niet meer. Ik woon hier nu sinds 6 jaar. En de eerste 2 jaar dat ik hier woonde, toen was het wel. Toen ben ik er wel geweest. Gewoon bijna elke avond. Toen ik heel jong was wel, ja. Toen ben ik begonnen met kermis. Hoe heet dat? Touwtje trekken of zo. Hoe vaak ging u vroeger? Iedere keer. Iedere avond? Nou, niet iedere avond hoor. Maar als het mogelijk was, dan gingen wij er met z'n allen eigenlijk wel naartoe. En wat vond je de leukste avond? De leukste avond. Allemaal waren ze op eigen manier leuk en uniek. Dus doe maar dan als ik toch moet kiezen. De donderdagavond, dat was de houseavond, altijd wel leuk. Toch ook wel de Hollandse avond. En de zaterdagen, die vond ik ook echt fantastisch. De slotavond, de zaterdag. Vroeger was het heel, een beetje doorsnee. En de laatste 5, 6 jaar, dat moet ik niet liegen, toen kwam ook de muziek erbij en de dj's. Ik denk dat iedere avond heel leuk was, maar zeker de vrijdag en de slotavond was heel leuk. De slotavond vond ik ook altijd mega gezellig, ja. Echt heel leuk. De leukste avond, de Hollandse avond denk ik, met veel Hollandse muziek, even meezwingen. Hè? Nu is er wel een kermis van 30 juni tot en met 8 juli, is dat iets voor jullie? Nou, ik ga zeker met mijn oppaskindjes even lekker in de achtbaan. Dat vind ik wel hartstikke leuk. Persoonlijk hou ik er niet van. Maar mijn dochter wel. Dus ja. Dat vindt ze dan wel weer erg leuk. Het is een moedje. Wordt het. En ik vind hem tegenwoordig, ik weet niet of ik het mag zeggen of ik dan heel erg zuur. Ja. Maar een kermis is bijna niet meer te betalen, joh. Ook hartstikke duur. Zo prijzig geworden. Ja. Ja. Dus ja, elke dag erheen zit ook, maar dat zit er ook voor kinderen niet meer in, denk ik. Nee. Dat is heel jammer. Ja. Het is juist leuk voor kleine kinderen ook. Ja. Ja. Er is wel een kermis van 30 juni tot en met 8 juli. Is dat wat voor u? Nee, maar ik ga er wel heen met de kinderen. Nee, daar vind ik geen reet aan. Ja, ik vind het leuk als mensen het leuk vinden, maar voor mij is het niks. Laatste keer €25 kwijt om een klein knuffeltje te winnen. Ik vind het wel best. Ja, daar ga ik nu gewoon standaard elk jaar heen met vrienden een avondje. Daar hou ik nooit zo van. Maar goed, voor kinderen en voor hier, omdat er best wel veel kinderen zijn, is dat natuurlijk altijd heel gezellig. Dat touwtje trekken voor Duppie of zo, dat spreekt me niet meer aan. Er gaan geluiden op om de Rijnweek misschien iets kleiner aan te pakken, een iets kleinere opzet. Wat denkt u daarvan? Dat maakt me eigenlijk niet zo heel veel uit als die Rijnweek maar doorgaat. Ja, lijkt me ook wel leuk. Ik zou er dan ook gewoon heen gaan elke avond. Want ja, het is toch wel leuk om heen te gaan met je vrienden dan. Ook al is het misschien iets kleiner. Ja. Het is begrijpelijk dat het iets kleiner moet dan de voorgaande jaren. Maar ik denk dat het net zo gezellig of nog gezelliger kan worden. Ja, als het maar gratis blijft. Ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Beetje lokaal vind ik wel leuk eigenlijk. Ja. Dat we dat wat meer erbij betrekken, toch? Ja, dat vind ik ook leuk. Ja, we hebben superveel talent hier in de regio. Dus dat zou leuk zijn als die inderdaad naar voren kunnen komen tijdens een nieuwe versie van de Rijnweek. Ja, prima, als het maar doorgaat. Dat is eigenlijk goed voor de stad erheen, hè? Ik vind dat de Rijnweek lokaal hoort te zijn. Met lokale ondernemers. En diegenen die dat zijn, die weten dat precies. En dat is ook de kracht van de Rijnweek en dat hoort daarbij. Dus we proberen de horeca daarbij te betrekken, hier in Rhenen. Als het in eerste instantie weer kleinschalig moet zijn, dan is dat zo. Dan is dat prima. En dan bouw je het vanzelf weer op. De Rijnweek is natuurlijk ook niet begonnen als een feest van 15.000 man. Dus begin klein, begin lokaal en pak de goede Rhenens ondernemers erbij in ieder geval. Bollé die heeft nog wel een Rijnweek party, zoals u kunt zien hebt, dat bord daar achter u. Is dat een troost voor u? Nee, ik mis de Rijnweek hier op het veld. Ik weet niet of ik erheen zou gaan, maar ik vind het wel een leuk initiatief van Bollé. Nee, ja, er komen al die, hoe heet dat, de 16, hoe heet het, teenagers.
Die komen erop af? Ja, daar hoor ik dus niet meer bij. Nee. Daar zie je mij niet meer. Meer voor de jongelui? Meer voor de jongelui. Ik weet wel vanaf de Rijnweek hoe die was, dat die afterparties daar altijd hartstikke leuk waren. Dus de afterparties klinkt wijs, maar... Ja, nee, weet je, vroeger wel, maar ik word ook ouder. Er is geen Rijnweek, maar jullie organiseren wel een Rijnweekparty. Ja, die hebben wij op 1 juli en op 8 juli. En op 1 juli hebben wij de DJ's Crazy Jack en Mella. Mella die komt uit Renen. En onze Crazy Jack is Bartje Kruis. En die draaide vroeger ook op Teenage Parties hier. En op zaterdag 8 juli staan Diaz en Bruno. En hebben wij ook Stijn Christ als DJ staan. Waarom organiseren jullie dit eigenlijk? Wij organiseren dit om het gevoel van de Rijnweek elk jaar toch een beetje te kunnen vasthouden. Heel veel mensen zeggen dat het toch een klein beetje het gevoel is van... het begin van de vakantie en dan gaan ze eerst toch naar de kermis. Ja, vroeger dan naar de Rijnweek zelf, maar dat zit er nou even niet meer in. En daarna naar Bolle. Is een vrijwilligersbaantje tijdens de Rijnweek iets voor u? Ja hoor, wil ik best doen. Ja, dat zou ik ook wel leuk vinden. Ja, ik werk als vrijwilliger al bij de Kringloop. En dus ik vind het wel leuk om iets vrijwilligers te doen. Nee. Dat moet maar een ander doen. Dat heb ik gedaan. Dus ik heb PR-team gezeten. Dat was hartstikke leuk. Je bent wel druk tijdens de Rijnweek. En soms heb je wel eens bij jezelf het idee van, joh, had ik ook maar rustig aan een biertje gekund. Maar het is wel leerzaam en het is interessant in dat opzicht. Nee. Al die rotzooi opruimen van een ander, dat zit niet in mijn... aard. We hebben tijd zat. Ja. En daar maken we tijd voor. Daar maken we tijd voor als het inderdaad daardoor door kan gaan. Ja, als het daardoor door kan gaan, doen we echt ons extra gezelligheid in Renen. Ja. Er is een grote hoop dat het weer doorgaat. Zeker. Heel veel. Rijnweek 2020. Ja. Let's go. Ik hoop het zeker. Ik zeg altijd, je moet blijven hopen, hè. Dus ja, we zien het wel weer. Wie weet ooit, misschien volgend jaar. Zet hem op, mijn zaal, zou ik zeggen.